Welkom bij het derde deel over reguliere expressies. Ik ben Fred Ruijen, uw docent informatiekunde. We willen nu nog enkele voorbeelden geven die wat complexer zijn en waar we een aantal elementen kunnen toelichten. Bijvoorbeeld in dit geval waar we zinnen willen selecteren in een tekst waar een bepaald woord in voorkomt. Dus enerzijds moeten we de zin kunnen highlighten, aan de andere kant moeten we een bepaald woord daarin terugplaatsen. We gaan even online kijken. Dus hoe beginnen we aan die zinnen? Wel, we gaan er even vanuit dat een zin begint met een woord boundary, hè, dus de grens van een woord. Dat woord begint met een hoofdletter. En dan wordt dat gevolgd door iets wat niet het einde van een zin is, zoals een punt, een vraagteken, een uitroepteken. En dat kan er nul of meerdere keren zijn. We gaan ook weer lazy zoeken, dus we gaan maar matchen tot aan het eerste wat gaat volgen. Het ziet zo. Je ziet deze string ook voldoet aan deze vereiste. Wanneer we dit vraagteken hier niet zouden plaatsen, dan gaat de string met dit sterretje matchen tot over de eerste voorkomsten van culturele tot en met de laatste. Vandaar dat je hier die lazy moet zetten. Je zegt dus eigenlijk: zoek naar de eerste voorkomst van hetgeen dat hier gaat volgen om deze string te beëindigen. Dat is eigenlijk de betekenis van dit vraagteken hier, deze lazy. En dan hebben we hier tussen haakjes geplaatst het woord culturele, omdat we daar eventueel iets mee willen doen. We willen dit woord misschien gaan vervangen in deze tekst. We zeggen, kijk, het moet een volledig losstaand woord zijn, culturele, dus met een word boundary aan beide kanten. Dan heb ik hier gewoon een spatie gezet. Beter gecodeerd had geweest een white space, maar ik heb hier een letterlijke spatie geplaatst. En dan zeggen we, kijk, nu zoeken we naar ook weer iets wat niet een punt, een vraagteken of een uitroepteken is. En weer nul of meerdere keren en we stoppen aan de eerste keer dat zo een punt voorkomt. Nu, u ziet hier, ik match alleen punten. Ik had ook natuurlijk hier kunnen zetten een punt of een vraagteken of een uitroepteken. Hè. Dat zou nog een verbetering van deze zoekstring zijn. En u ziet, hij gaat hier twee zinnen selecteren waarin het woord culturele voorkomt. En dat wordt als groep nummer 1. Dat betekent dat ik nadien dit kan gaan vervangen door iets anders. Dat wordt mogelijk bij een substitution bijvoorbeeld. Hè. Dus, goed, laat ons dan naar een volgend voorbeeldje gaan kijken. Waar we eigenlijk woorden geselecteerd hebben, en dat is een standaard voorbeeldje van Regexer trouwens, woorden die met een hoofdletter beginnen. En u ziet ze hier allemaal aangeduid. En ook hier, wanneer we even gaan kijken, dan zien we dat ik een groep heb, een eerste groep waarvan ik zeg, kijk, het moet een hoofdletter zijn, gevolgd door een woordkarakter één of meerdere keren, en dat global. Naar een volgend voorbeeld, waar we een woord gaan vervangen. Dus bijvoorbeeld hier willen we het woord thesis, waar het ook voorkomt, gaan vervangen door masterproof. En dat doe je eigenlijk door een substitutie te gaan doen. Dus je selecteert hier je
woord thesis en je doet een substitutie met masterproof. In dit geval de eerste groep, er is maar één groep, dus ik kan die meteen gaan vervangen. En dan zie je dat overal waar thesis hier staat, ik dat vervang door masterproof in deze tekst. Ten slotte, een beetje complexere zaak. We gaan toch wel wat meer manipuleren. We gaan de woordvolgorde proberen veranderen. Daartoe heb ik eigenlijk een aantal namen genoteerd. Jan Janssens, Bert Bieber, Ann Peters. Je ziet hier dat we... een woord selecteren door te zeggen het moet een word boundary zijn gevolgd door een woordkarakter één of meerdere keren en eindigend met een woordkarakter opnieuw. Opnieuw erop wijzen ook dat je dit complexer moet maken als je wil ook karakters met een accent gaan of een trema gaan matchen. En dan zeggen we, kijk, dat is onze eerste groep. Dus dat is dat eerste woord, als het ware. En dan gaan we kijken naar een blanco. En dan herhalen we gewoon terug dat woord. Dus we matchen eigenlijk dit terug. En dit gaan we globaal doen. Dus hij matcht eigenlijk die beide woorden. Hij matcht ook die S. Hè. Ik heb hier niet gezegd dat hij die niet moest matchen. Dat had ik met een positieve look forward kunnen doen, in feite. Hè. Maar dat hebben we hier niet gedaan. Nu, bij substitution kunnen we nu gaan zeggen, kijk, neem de tweede groep. Dat is deze hier. Capturing groep 2, hè, dus tweede groep. Druk die af, zet daarna een comma, een spatie en dan de eerste groep. En dan krijg je eigenlijk dit. Dit is hier heel eenvoudig weergegeven wat vaak gebruikt wordt in programma's om bijvoorbeeld mailinglist servers te beheren en waar je mailadressen moet gaan converteren of daar de naam voluit bij wil zetten en dergelijke meer. Nou, dit is zeker een stukje code dat heel wat systeembeheerders vaak gebruiken en waar ze vertrouwd mee zijn. Dan hier al wat complexer. We willen eigenlijk het woord artesfaculteit en letteren in dezelfde zin terugvinden. Ja, er zijn meerdere manieren om dat op te lossen. Het is wel zo dat deze manier, bij deze manier moet de volgorde van beiden gelijk zijn. En het moet dus in deze volgorde zijn. Ik zeg zoek het woord artesfaculteit dat vrij staat en dan gevolgd, en we kunnen dat misschien iets meer in detail bekijken, gevolgd door iets wat weer niet een punt, een vraagteken en een uitroepteken is, één of meerdere keren en dan het woord letteren. En dus op die manier gaan we alle zinnen waar die twee woorden in staan kunnen matchen. Ten slotte een voorbeeld waar we proberen te matchen of in een tekst een woord niet dubbel voorkomt. Met andere woorden, vaak bij tekstverwerking komt het voor dat je een woord eigenlijk, omdat het op een regeleinde staat, eigenlijk twee keer hebt getypt en je wil die er automatisch uithalen. Maar je weet natuurlijk op voorhand niet welke woorden dat zijn. Als we nu eens gaan kijken naar de reguliere expressie waarmee we dat doen, dan zien we dat we dus eerst een groep maken. Hè, met die ronde haken maken wij een eerste groep, waarbij we zeggen het moet een woord zijn. Dus een woordbegin, een woordteken, één of meerdere keren, een woordeinde. En dan zeggen we, er moet een white space tussen staan. En dan zou je nog kunnen zeggen, die moet misschien één of die mag misschien meerdere keren voorkomen. Dat kan je nog bepalen. En dan opnieuw dat woord, maar niet zomaar een ander woord uiteraard.
Je ziet dat we hier eigenlijk zeggen dollar 1. Namelijk, sorry, backslash 1. Namelijk, we willen dat eerste woord terug matchen. En we gaan kijken of we dat hier terugvinden. En dit kan je dus doen met die groeperingen. Dus wat hier tussen die groene haakjes staat, is backslash 2. En zo kan je eigenlijk in een zoekstring gaan kijken of een woord dat al gematcht is, nog eens voorkomt. We hebben op een bepaald moment een query gedaan waarbij je artesfaculteit en letteren zocht in zinnen. Wel, je kan eigenlijk vrij eenvoudig die zoekstring zo aanpassen dat die woorden ook in omgekeerde volgorde kunnen staan. Dat is misschien een oefening die je zelf thuis kan proberen.